Hoe begin ik hieraan? In gedachten was het gemakkelijker dan in werkelijkheid. Het neerschrijven is een hele sterke confrontatie. Vooral het feit dat je als slachtoffer van geweld binnen het gezin blijkbaar in een vicieuze cirkel terechtkomt. Het begon allemaal in mijn jeugd, waar ik het slachtoffer werd van psychisch geweld door mijn moeder. Hiervan ben ik mij nog maar sedert een paar maanden echt bewust. Mijn moeder heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze mij nooit gewenst heeft. Ik ben er gekomen omdat mijn vader nog een tweede kind wou. Nooit mocht ik van mijn moeder spelen met de andere kinderen en moest ik mij al op jonge leeftijd kleden als een vrouw en niet als een kind. Ik heb van nature krullend haar, maar omdat zij dat lelijk vond, werd mijn haar wekelijks ingedraaid om rollers. En dit vanaf mijn zevende jaar. Ze heeft ook altijd mijn oudere broer voorgetrokken, want hij was de intelligentste, de knapste van ons twee. Wat is het gevolg van de ervaringen in mijn jeugd? Ik heb nooit kind mogen zijn. Ik heb nooit de kans gekregen om te puberen met alle gevolgen van dien. Volgende week word ik 49 jaar en ik ken mezelf gewoon niet. Ik moet mezelf nog leren kennen. Dan leer ik een jongen kennen waarmee ik na 9 maanden getrouwd ben. Gewoon omdat wij elkaar graag zagen. Dat dacht ik toch. Maar op onze huwelijksdag kreeg ik al het woord trut naar mijn hoofd geslingerd. Op dat moment was het even slikken. Maar ja, ik zag die man zo graag. Dat was van de zenuwen, dacht ik. Er zijn dan kinderen gekomen en dan is het stilaan van kwaad naar erger gegaan. Als de kinderen met een bal speelden, wat lawaai maakten, ging hij gewoon door het lint en kwam er agressie aan te pas. Eerst verbaal en dreiging tot fysiek geweld, maar zolang ik in de buurt was, heb ik het kunnen afhouden. Op een gegeven moment werd het mij te veel. Dit was na 4 jaar huwelijk en heb ik hem voor de keuze gesteld. Ofwel zoek jij professionele hulp, ofwel ga ik met de kinderen weg. Hij heeft uiteindelijk gekozen voor psychiatrische hulp. Hij moest om de 3 weken naar de psychiater gaan. In eerste instantie werd mij gevraagd om ook met die arts te gaan praten, wat ik ook gedaan heb. Na dat individuele gesprek moesten we met 2 komen en wat bleek nu? De conclusie van de psychiater luidde: het geweld is er gekomen omdat ik niet goed genoeg was in bed. Mijn ex is er altijd blijven naartoe gaan, maar ik heb er mijn handen afgehouden. Want op deze manier werd mijn ex niet geholpen voor zijn agressie. Zelfs de huisarts had in zijn dossier in heel opvallende letters staan: psychotische agressie. Dat wil toch al iets zeggen? De eerste weken na de consulte was het leven met mijn ex draaglijk. Maar vanaf de 2e week, tot aan het moment dat hij opnieuw naar de psychiater moest, werd het stilaan opnieuw een hel. Heel veel kabaal, geruzie, stukgeslagen deuren, borden en, zo bleek later, als ik mijn rug gedraaid had om te gaan werken, kregen de kinderen de klappen te incasseren. Waarom heb ik hem dan toch niet verlaten? Uit angst dat hij ons zou vermoorden? En, weliswaar bijzaak, dat ik het financieel alleen niet zou aankunnen. Ik heb tot 2 maal toe de politie gebeld, maar kreeg telkens te horen dat zij niet bevoegd waren tussen te komen in familieruzies. Toen ik hen vroeg of hij eerst iemand van ons moest vermoorden, hoorde ik aan de andere kant van de lijn wat gemompel. Ook de ziekenwagen is nooit opgedaagd, want die waren ook niet bevoegd om agressieve personen te vervoeren. Vrienden had ik niet meer, want ik heb die allemaal moeten laten vallen van bij aanvang van ons huwelijk. Nu zou ik dit misschien niet meer doen, maar op dat moment wist ik niet beter. Uiteindelijk, na 19 jaar huwelijk, 8 jaar geleden, is hij zelf vertrokken. Een maand nadat hij gepoogd had om mij te wurgen. Gelukkig zijn op dat moment mijn 2 zonen ertussen gekomen, of ik had dit op dat moment niet meer kunnen schrijven. Hij ging terug naar zijn moeder, waar hij nu sinds 3 jaar de deur gewezen is. Ook al is hij enige zoon. Ook zijn moeder kon op den duur zijn gewelddadig gedrag niet meer aan. Het meest frappante bij geweld binnen het gezin is wel dat de slachtoffers altijd wel een uitvlucht vinden, om toch maar niet te moeten zeggen dat ze mishandeld worden. Mijn kinderen waren hiervan toen ze nog kleuter waren al heel goed in. Als ik hen s'avonds in bad zette en zag dat ze blauwe plekken hadden, dan was het gewoon van het ravotten. Ooit ben ik naar spoed geweest omdat hij mijn duim gebroken had. Ook daar had ik een verhaal bij verzonnen. Ik moest toen in de gips en had een week nadien vakantie.
De gips moest er 3 weken aan blijven, maar vermits ik na 1 week al moest gaan werken, heb ik samen met mijn kinderen het gips na 1 week al verwijderd, zodat niemand vraagt. Ik kan wel van geluk spreken, omdat mijn kinderen nog vrij goed terechtgekomen zijn. Na de scheiding hebben ze mij gezegd dat ik nog niet de helft weet van wat zij hebben meegemaakt met hun vader. Nooit zijn zij gehoord, nog bij de echtscheiding, want volgens de bemiddelaar gebeurt een echtscheiding boven de hoofden van de kinderen. Nadat de echtscheiding officieel was, heeft mijn ex zich laten opnemen in de psychiatrie. Vermits desbetreffende psychiatrie behoort tot dezelfde VZW als de instelling waar ik te werk gesteld ben, kreeg ik van de maatschappelijke werker op een gegeven moment een mail waarin hij mij vroeg waarom ik de kinderen van hun vader weghield. Ik heb die man onmiddellijk gebeld om hem te vragen waarom zij geen luisterend oor wilde hebben voor de kinderen. Want men moet steeds alle kanten van het verhaal horen. Hierop kreeg ik als antwoord: weet u dat uw ex-man gepoogd heeft om onder een trein te springen? Ik heb die maatschappelijke werker gevraagd wat hij met die uitspraak wou bereiken en ons gesprek was gedaan. Toen ik wist dat mijn ex opgenomen was, heb ik zelfs tegen mijn eigen kinderen nog gezegd dat ik hen ten alle tijde naar de instelling wou brengen, zodat ze hun vader konden bezoeken, maar ze hebben hier nooit naar gevraagd. Wat kon ik meer doen? Het gevolg van heel deze historie is dat ik met heel wat schuldgevoelens zit ten opzichte van mijn kinderen. Dat ik lijd aan bestaans- en overlevingsangst en dat ik mij heel snel aangevallen voel. Ik heel weinig zelfvertrouwen heb en een heel laag zelfbeeld. Dit laatste is nu door de therapie aan het opklaren, maar ik heb nog een hele lange weg te gaan en hoop op deze manier dat ik kan bijdragen om de zeer ernstige gevolgen van geweld binnen het gezin onder de aandacht te brengen, zodat het op termijn echt ophoudt. Uiteraard ben ik nog zaken vergeten, maar de hoofdzaken staan erin en destijds heeft nooit iemand mij gezegd dat er instanties waren waar ik om hulp kon vragen. Nooit heeft men mij gezegd dat er vluchthuizen voor vrouwen waren. Dit moet veranderen. Mensen moeten geïnformeerd worden en geweld binnen het gezin moet zo snel mogelijk gedetecteerd worden, zodat er heel snel ingegrepen kan worden.